Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Alta Dylan en vandaag ga ik met jullie bespreken wat voor een aankoop dat ik misschien binnenkort wil gaan doen. En het is een ding van Apple. En ik heb het al heel lang. Ik wil het al heel lang eigenlijk. En dat product. En nu dat ik ervoor wil gaan sparen, heb ik dus het idee dat ik ervoor wil gaan sparen. En ja, het zou gaan om een MacBook Air M1 van 2020. Het kan zijn dat die dan niet meer in beschikbaar zijn. Ik weet niet of die dan beschikbaar zijn. Ik ga zien of die in de winkel in mijn buurt beschikbaar zijn. Dus ja, ik moet die bij de Mediamarkt gaan halen. Want bij de Krevel was hem €979. En was hem, ik heb vandaag nog eens gekeken en was hij niet meer. Dus ja, maar misschien tegen dan heb ik hem wel. Hebben ze hem wel terug in voorraad. Maar ja. Ik wil dus gaan voor de MacBook Air M1 van 2020 met 8 GB werkgeheugen, RAM-geheugen en 256 GB opslaggeheugen. Waarom wil ik daarvoor gaan? Omdat ik heb nu een laptopje, een Windows laptopje, Windows 7 staat er nog op en er zit nu al Windows 11 dus. En dat laptopje zal al bijna 10 jaar oud zijn als het niet meer is. En dat laptopje, dat werkt niet meer naar behoren, dat hangt veel vast en daarna wil ik een ding doen, een grotere ding, een grotere aankoop voor een laptop en ik heb dus besloten om een MacBook te gaan halen. Allee, om te sparen voor een MacBook Air M1. Kan ik ook mijn programma zoals mijn Juice voor een Hercules opzetten, mijn FL Studio, iMovie kan ik opzetten. Ik kan een paar dingen voor uit te typen. Bijvoorbeeld, wat heb ik hier op mijn PC staan? Die Planmaker, Textmaker en Presentations. Dat zijn zo die programma's die ik gebruik voor scripts te maken. Maar dat ga ik dan op de MacBook doen. Dat ik mijn PC niet moet dingen voor een script te maken. En dat zou ook handig zijn. Voor mijn programma van mijn Juice erop te zetten. Dan moet ik niet de hele tijd mijn PC aanzetten. En kan ik gewoon via mijn Juice op mijn MacBook draaien. Gaat ook heel gemakkelijker zijn voor mij voor te draaien met mijn Juice dus. Dat is ook een groot deel waarom ik eigenlijk een MacBook wil. Voor onderweg kunnen. Ja, of onderweg of in de auto. Of je weet wel waar. Maar als je ergens bent. En je hebt een MacBook mee. En bijvoorbeeld een mix kunt maken. Dat ik bijvoorbeeld een mix onderweg kan maken. En, of in de auto. Of ja, met mijn grootmoeder. Of op de trein. Of, zo, en, of ja, ergens anders. Een mix kan maken. Met al mijn muziek. En een set eigenlijk kan maken. Met effecten en zo. Dan kan ik dan met mijn AirPods gebruiken. En kan ik aan mijn set beginnen. Zet ik mijn gsm even op mijn wifi hotspot. En ben ik big, hè? Ben ik vertrokken. Hè? Dus dat is zo'n beetje het doel dat ik wil gaan doen met de MacBook. Ook wil ik daarmee gaan browsen en alle andere dingen doen. Tekstverwerking en mails uittypen en wat allemaal. Allemaal voor... ja, wat ik wil gaan doen met de muziek en zo, is dat gemakkelijker om een MacBook mee te kunnen nemen. En ik heb dat ook al en dan is het klaar. En bij een PC is dat aangezet voor je PC en je kunt die nergens meenemen. En dat is een beetje kut voor mij, want ik wil graag ook onderweg doen dat ik niet zeg van, ah, nu moet die af zijn en ik kan vertrekken, maar... Dat kan ik er ook onderweg doen, bijvoorbeeld kan ik dat delen misschien met mijn PC of dat ik op een USB-stick of zo. En dat ik dat zo op FL Studio en wat is het allemaal. Maar dat gaan we dan nog wel zien. Ik wil nu eerst eventjes sparen. Gaat me rond de €1000 kosten die MacBook. En
Ja, dat. Ik ga nog wel geld krijgen op mijn verjaardag, want mijn verjaardag komt er binnenkort ook aan. En ik ga nog wel wat geld krijgen op mijn verjaardag waarschijnlijk. Dus ja, dat gaat heel wat geld kosten, maar dan heb ik wel een deftige laptop. Voor een hele deftige laptop voor onderweg en voor thuis ook zelfs. Als ik bijvoorbeeld hier op mijn computer niet wil zitten, maar ik wil in de zetel zitten en iets uittokkelen. Als ik bijvoorbeeld nou zeg maar een script wil schrijven en ik wil nu op de PC zitten, tok tok tok, en ik pak mijn MacBook en ik zit op de zetel. En dan kan ik daar mijn script bijvoorbeeld voor een komende video tikken en ja, dan heb ik een script dus ja. En daar heb ik dus het idee van daarmee te doen. Bijvoorbeeld als ik zeg maar, ik wil met comedy gaan beginnen. Of video-ideeën of zo kan ik ook uittokkelen op mijn MacBook. Moet je niet meer opschrijven, maar kan ik ook uittokkelen. Dat kan ik nu op de PC heel moeilijk. Want dan dat gaat niet zo goed. En op de MacBook gaat dat veel beter gaan. Als ik aan iets denk, kan ik. Ah, ik pak mijn MacBook, tak, tak, tak. En ik schrijf dat op. Nu moet ik heel mijn programma open doen. Dan duurt 10 minuten voordat het programma open is. En dat duurt lang, en dat duurt lang, en dat duurt lang. En daar kan ik niet zo mee werken. Want tegen dat dat opgeschreven is, tegen dat dat programma geopend is, ben ik mijn idee kwijt. En dat wil ik dus vermijden. Dus daarmee dat ik ook dat wil doen. En dat is ook handig voor onderweg. Als ik zeg maar aan iets denk, dan moet ik dat nu weer eerst uitschrijven op mijn gsm. Laptop knopen, tik tik tik. En ik heb het idee. En dat idee wil ik dus blijven doen. En dan heb ik toch kwaliteit laptop. Want nu zeg ik dat laptopje, die Fujitsu, dat is het niet. Hè. Dat is gewoon, nou, je hebt een laptopje, je doet dat open en je kunt er niks mee. Allee. Dat scherm dat is ook zo en die is al 10 jaar oud, als het zelfs niet langer is. En dat is voor mij al redelijk oud. Het is ook al redelijk oud voor een laptop. Mijn computer is nu ook al 4 jaar oud. Oké, die computer die draait nog heel goed. Die pakt nog die OBS te goed, die pakt nog die Sony Vegas te goed. Mijn Dell zit hier nog te goed. Mijn Google Chrome gaat nog te goed open. Dus daarvoor moet ik nog geschikt hebben voor een nieuwe Mac te kopen. Maar mijn MacBook kan veel beter zijn voor. Dus een bijvoorbeeld een video idee te schrijven of met muziek bezig te zijn. Bijvoorbeeld met mijn Juiced. Ja, met mijn Juiced bezig te zijn. Dat is echt ook wel al zo'n leuk programma. Maar met mijn draaitafel bezig te zijn. En het gaat ook allemaal zo leuk zijn. En ja, ik vind dat toch weer een leuk ding dat ik kan voor naar uitkijken. En ja, dat was dus een beetje de video van vandaag. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Nathan Dylan. Bye bye!